Jongens en vrouwen op de gemak, want we hebben net gekletst. Ja. Hè, dan hebben we een drankje gedronken en dan staan we nu dan hier. Ja. Ik probeer een beetje voor mezelf een connectie te creëren. Ja. En dat zal zij voelen, of dat is een beetje, dat pikt ze waarschijnlijk wel op. En het is niet zo dat je dan met elkaar een gesprek hebt en op een gegeven moment zegt, zullen we met z'n tweeën gaan zoenen? Nu, innig. Doe je dat wel zoenen? Zeker. Ja, zeker. Dat geeft ook weer een band. Dat zou heel heftig zijn. Seks, wat vind jij dat ervan? Dat is gek, want ik heb altijd geleerd dat prostituees dus nooit zoenen. Prostituees zoenen ook niet. Prostituees zoenen niet. Maar chickeloos wel. Dat is iets heel anders. Maar wij zijn geen prostituees. Ja, maar toch ook weer wel? Nee, we zijn geen mannelijke hoeren. Wij zijn chickeloos. Dat is toch precies hetzelfde? Ja, nou prostituees zoenen niet. En dat begrijp ik ook wel. Vind je dat een belediging als ik dat zeg? Vind je een belediging als ik dat zeg? Nee, niet zozeer hoor. Alleen je probeert het altijd anders in te pakken. En ik denk ook dat naast zo'n belevenis je ook zelf zoiets hebt van nou, het is niet, dit gaat verder dan prostitutie.